Lieve mensen, ik heb jullie afgelopen week op Instagram de vraag gesteld of ik een video zou maken over reageren op haatcomments. Of dat ik een persoonlijke update zou maken over hoe het nu gaat met mijn gezondheid. Nou, super grote verrassing als je op deze video hebt geklikt. Ik ga jullie over mijn lichaam vertellen. Oh la la. Nee, niet zo. Yes. Nee. Een tijdje terug zou ik het experiment doen waarin ik een week lang op junkfood zou leven. En dat is natuurlijk best wel heftig voor iemand die dat nooit eet. Lekker. Oké, dat is misschien een klein leugentje. Heel kleintje. En dat bleek ook, want toen ik voorafgaande aan het experiment mijn bloed liet testen, kwam daaruit dat ik er nogal slecht voor stond en niet het toonbeeld van blakende gezondheid was dat ik dacht. Onder andere mijn cholesterol was verhoogd, maar ook mijn triglyceridegehalte. Triglyceriden zijn een vetsoort in je bloed. Nadat je hebt gegeten, zet je lichaam de calorieën die je niet nodig hebt om in triglyceriden en worden opgeslagen in vetcellen om deze later als energie te gebruiken. Hoewel je triglyceriden nodig hebt om je lichaam te voorzien van energie, kan een teveel in je bloed het risico op hartziekte verhogen. Ja, dat is natuurlijk niet best. Ik eet op zich best wel gezond, of althans, ik weet hoe ik gezond moet eten, maar de afgelopen maanden heb ik misschien net iets te gezellig gegeten? Ja, this chick loves food tenslotte. Dat ik ook even een kilootje meer woog dan normaal, kon me echt niet boeien. Wie geeft er nou om zoiets kleins? Irriteert me echt niet. Ik ben helemaal zen met mezelf. Nou, jokes aside, een vetrolletje of een paar kilo meer erbij is natuurlijk helemaal niet erg, zolang je maar goed in je vel zit. En dat zat ik niet. Ik wist dat ik te lang de touwtjes had laten vieren en dus moest de uitslag van de bloedtest ook niet heel verrassend zijn. Maar dat was het wel. Ik was mega geschokt en het was echt een dikke slap in the face. Nee, niet letterlijk. Maar ik was wel wakker. Het was een wake-up call en iedereen die ik de uitslag van mijn bloedtest vertelde was dan ook heel erg verbaasd. Ik was toch slank? Hoe kun je nou slank zijn en ook ongezond? En dat was dus gelijk ook de boodschap van mijn video. Slanker uitzien betekent helaas echt niet per se dat je gezond bent. Ik kan het dus echt aan iedereen aanraden om een bloedtest te laten doen. Dat kan via de huisarts, al staan ze daar niet heel erg voor open, hoor ik meestal. Ik heb het via Klaver Health gedaan. Zij kunnen je ook gelijk advies geven, je testen op voedselallergie en je natuurlijk ook weer helpen gezond te worden, hopelijk. Anyways, een nieuw begin dus. Ik ben vanaf die dag gelijk in één keer geswitcht. En alles wat ik weet in de praktijk gebracht. Wat voor een vegetariër betekent dat je vooral heel veel peulvruchten naar binnen zit te harken. Ook heb ik door een beetje intermittent fasting toe te passen ervoor gezorgd dat ik minder afhankelijk werd van eten. Voorheen was ik constant bezig met eten. Leefde ik van maaltijd tot maaltijd en als ik ook maar 2 uur de deur uitging, nam ik een snack mee voor het geval ik echt weer een hangry bitch zou worden. Ik kan natuurlijk nog heel veel details vertellen over hoe ik veranderd ben en wat ik eet op een dag sinds dit nieuwe begin. Maar misschien is het leuk om daar een live sessie over te doen. Wat denken jullie van woensdag 17 oktober om 8 uur op mijn Instagram? Be there! Het goede nieuws is dat ik na een week of 5 opnieuw weer een bloedtest heb gedaan. En dat alles in het groen was! Kortom, ik ben een symbool van gezondheid. Jullie mogen dus weer stoppen met je zorgen maken over mij. Alsof iemand dat uitmaakt. Dat weet je niet. Bedankt voor alle super lieve berichten. Ik waardeer dat echt ontzettend. Iedereen die naar haar heeft gevraagd hoe het met me ging. Het gaat weer goed met mij.